Eventjes kijken, ja, onze hoofdgast van vandaag, die is hier aangeschoven. Wat vertraging? Ja, er was 18 kilometer file op de A1. Dat was een beetje lastig. Ja. Dan gaan we gewoon door. Mijn hoofdgast van vandaag is eigenlijk al 3 jaar achter elkaar verkozen tot de beste kinderarts van Nederland. En dat is niet alles. Hij schrijft ook romans. En in zijn debuutroman houdt hij een pleidooi voor euthanasie bij kinderen. In ieder geval, daar gaat het boek over. En zijn nieuwste boek, The Impact Factor, is een thriller over fraude in de wetenschap en misstanden in de farmaceutische industrie. Hartelijk welkom, Paul Brand. Leuk dat ik er ben. The Impact Factor. Ja. Wie verzint zo'n woord? Nou, dat doen uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften. Die hebben dat verzonnen. Er is een tijd geleden werd het duidelijk dat er een scoresysteem moest komen voor niet alleen hoeveel je publiceert als wetenschapper, maar ook hoe belangrijk het onderzoek is wat je publiceert. En om dat te proberen te wegen, is er een systeem ontwikkeld waarbij gekeken wordt hoe vaak artikelen geciteerd worden door anderen. En een goed tijdschrift is een tijdschrift waar belangrijke artikelen in staan. Die worden vaak geciteerd door anderen. En dus de verhouding tussen het aantal citaties dat een tijdschrift krijgt en het aantal artikelen wat erin staat, dat is de impact factor. En als je dus als een artikel in een bepaald tijdschrift gemiddeld wel 50 keer geciteerd wordt, dan heb je een enorm hoge impact factor. Ja, en naarmate een tijdschrift dus meer van dat soort artikelen plaatst, gaat de impact factor van dat tijdschrift omhoog. En dat is belangrijk voor de uitgevers van dat tijdschrift. Nou klinkt dat als een intern universitaire kwestie, maar het is een titel van een thriller. Ja. Dus waarom is jou die impact factor, leidt dat tot moord en doodslag? Omdat de impact factor de drijfveer is van wetenschappers. En net als in alle gemeenschappen van mensen heb je ook in de gemeenschap van de wetenschappers heb je de boeven en de charlatans die ten koste van alles meer geld, meer macht, meer invloed willen. En dat vond ik dat is volgens mij een wereld die voor de meeste mensen volslagen onbekend is. Waar ik al een tijdje in rondloop. Mijn dirty mind gebruikend heb ik daar een spannend verhaal omheen verzonnen. Het gaat over een jonge wetenschapster die bestolen wordt. Klopt. In wat voor wereld komt ze terecht dan? Haar gegevens worden per digitaal van haar computer gestolen en een andere onderzoeksgroep gaat er met haar spectaculaire onderzoek vandoor. Dan zou je denken, je gaat klokken luiden en dan wordt dat wel uitgezocht. Maar we weten allemaal dat klokkenluiders meestal de deksel op hun neus krijgen. En dus gaat Marieke, heet mijn hoofdpersoon, zelf op onderzoek uit om te proberen de boeven terug te pakken. Maar dat blijkt een nogal heftig wereldje te zijn van geld, macht, invloed en corruptie waar ze in terechtkomt. En uiteindelijk ook van grof geweld. Kan dat zo makkelijk? Dat je onderzoeksgegevens van anderen steelt? De technische mogelijkheden zijn er. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een virus op onze computer gehad. Dat overkomt ons allemaal. En die virussen kunnen technisch hele knappe dingen. Dus die kunnen ook bestanden van jouw computer afjatten. Dat is geen enkel probleem. Of het ooit werkelijk zo gebeurd is als ik het beschrijf, dat weet ik niet. Maar de technische mogelijkheden zijn er en dan kun je erop wachten dat het een keer gebeurt. Want ergens laat u iemand zeggen, misschien is wel 1 op de 8 artikelen, daar is misschien wel iets van fraude of diefstal. Gaat ermee gepaard, gelooft u dat echt? Nou, er zijn onderzoeken gedaan naar hoe vaak fraude in de wetenschappelijke wereld voorkomt. Dat zijn natuurlijk grove schattingen, want je kunt niet aan alle wetenschappers vragen, hey, heb jij wel eens geknoeid? Ja. Wat je wel kunt doen is aan wetenschappers vragen, heb jij wel eens meegemaakt dat er in jouw omgeving geknoeid wordt? En nou, dat onderzoek is dus gedaan. En daaruit komt dat 1 op de 8 wetenschappers wel eens meegemaakt heeft dat er in de omgeving geknoeid is. En wat is dat het ergste? Dat varieert van het photoshoppen van een foto om het wat mooier te maken, tot het volledig verzinnen van onderzoeksgegevens. Het volledig verzinnen van onderzoeksgegevens. Dat gebeurt. Daar zijn legio voorbeelden van. Hoe kom je daarmee weg? Nou, een tijdje wel, totdat iemand een keer op onderzoek uitgaat. Dat is een mooi voorbeeld van een neuroloog uit Almelo, notabene, die meedeed aan onderzoek wat door farmaceutische industrieën werd gedaan. Die veel geld kreeg voor patiënten die hij daarin leverde. En die heeft honderden verzonnen patiënten zogenaamd in het onderzoek ingesloten. Werd daar rijk van, totdat iemand onraad rook op onderzoek uitging. En het dus allemaal uit de grote dikke duim
Want je kan van die onderzoeksgegevens ook rijk worden. Ja. Ja. Daar kunnen we zo over te praten. Misschien kunt u een klein stukje voorlezen. Ja, dat is leuk. Vanaf hier. Ja. Dit is eigenlijk een beetje autobiografisch wat hier staat, want dit heb ik zelf ongeveer zo meegemaakt. Ik heb het een beetje aangepast. Ik heb zelf wel een klein gevalletje van diefstal meegemaakt, zei Kees. Toen ik assistent interne was, hadden we in korte tijd 3 patiënten met een bijzondere complicatie van behandeling voor leukemie. Hij vertelde zijn verhaal bewust in niet-medische termen, besefte Marieke, om Ten Brink niet in verlegenheid te brengen. Kort gezegd kwam het erop neer dat die patiënten een verdikte hartspier kregen, waardoor hun hart niet meer goed kon pompen. Het was aannemelijk dat dit kwam doordat ze met dexamethason waren behandeld. Die complicatie van dexamethasonbehandeling was nog nooit beschreven in de literatuur. Mijn opleider moedigde me aan om het op te schrijven. Het was mijn eerste stukje. Dus we schreven het op en we stuurden het aan een toptijdschrift van ons vakgebied, Internal Medicine. Dat was nog in de tijd dat je je manuscript in viervoud in een dikke envelop per luchtpost moest versturen. Internet bestond nog niet, laat staan online aanbieden van artikelen. Glimlach van iedereen boven de 40. Ach ja, die goede oude tijd. Maandenlang hoorden we niks. Ik stuurde een brief, geen antwoord. Ik belde met het secretariaat van het tijdschrift. Under review kreeg ik te horen. Toen, bijna 6 maanden nadat we het aangeboden hadden, kregen we een afwijzingsbrief. Uw artikel is niet geschikt voor publicatie. Het tijdschrift is terughoudend met het plaatsen van case reports. We hebben nu een prospectieve studie over hetzelfde onderwerp in druk. Het spijt ons, enzovoort. Een maand later verscheen er een artikel in datzelfde tijdschrift vanuit het instituut van de hoofdredacteur van Internal Medicine. Ze hadden bij 50 leukemiepatiënten voor, tijdens en na behandeling met dexamethason echo's van het hart gemaakt en ontdekt dat de hartspier tijdens deze behandeling verdikte. Ze waarschuwden dat dit aanleiding zou kunnen geven tot problemen in de functie van het hart. Dat hebt u meegemaakt? Dit heb ik meegemaakt. Ben je dan niet razend? Ja, natuurlijk. En hoe hebt u ze teruggepakt? Nou ja, er viel niks terug te pakken, want ik kon niets bewijzen. Ik vond dit wel erg toevallig. Maar ik had niks te bewijzen. Ik bedoel, ik had ze wel kunnen bellen en mailen. Of mailen had je toen nog niet, maar brieven schrijven en boos worden. Maar dan had iedereen in de wetenschappelijke wereld zijn schouders opgehaald en gezegd, ach, kijk nou, dat is toch gewoon toeval. En die onmacht die u toen voelde, was aanleiding om dit boek te schrijven? Dat was een van de drijfveren, ja, dat heeft meegespeeld. En de tweede drijfveer dus was... Dus eigenlijk is het hele boek is één grote wraakfantasie dus over uw eigen frustratie. Catharsis, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Nee, dat is zonder gekheid. Het heeft meegespeeld, maar ik vond het ook leuk om gewoon een spannend verhaal in die onbekende wereld te situeren. En te laten zien dat ook daar schurken en charlatans rondlopen. Wat zou er zijn gebeurd als u die hoofdredacteur wel had aangesproken? Dan had hij mijn brief zeer vriendelijk beantwoord, dat hij heel goed begreep dat ik dacht dat hier misschien opzet in het spel was, maar dat hij mij zou verzekeren dat daar natuurlijk absoluut geen sprake van was en dat hij mij ernstig aanmoedigde om vooral mijn nieuwe werk opnieuw aan dat tijdschrift aan te bieden. Ja. Want ik kan me voorstellen, iemand waarvan de gegevens gestolen worden zonder dat hij dat kan doen, dat kan iemands carrière vreselijk schaden. Ja. Ja, en daar gaat het in mijn boek ook over. Marieke, de hoofdpersoon, die heeft spectaculair onderzoek waar zij de wereld mee gaat veroveren. En het wordt gewoon van haar afgepikt. En dat maakt wel uit voor je wetenschappelijke carrière. Net zo goed dat als jij in staat bent om spectaculaire gegevens van anderen te gebruiken, dat doet jouw carrière. Heeft goed. Het uw carrière geschaad? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Bent u er achterdochtiger van geworden? Ik ben er wel iets voorzichtiger door geworden. Ik heb wel iets van mijn naïviteit verloren, ja. En dat betekent dat u nu paranoïde bent? Nee hoor. Nee, de achtervolgingswaan leidt. Dat u denkt, ze komen om... Nee. Dat valt toch mee? Nee, dat valt reuze mee. Maar ik heb toen wel geleerd, aan den lijve ondervonden, dat er ook in die wereld gewoon schurken zijn. Nou zei u net, onderzoeksgegevens, daar kan je rijk van worden. Ja. Is dat wetenschappelijk dat je daardoor meer carrière kan maken? Of komt dat omdat vooral de medische wetenschap er ook een farmaceutische industrie is die veel geld kan verdienen aan wetenschappelijke onderzoek en wetenschappelijke inzichten? Het is een beetje van allebei. Als jij vooraanstaand goed onderzoek publiceert en dat doe je een aantal jaren achter elkaar, dan is het voor jou makkelijker om subsidies te verwerven van grote onderzoekssubsidiënten.
zoals NWO in Nederland. Dat is één. Bovendien word je dan een aantrekkelijker partner, want jouw ster stijgt. Dus je wordt ook aantrekkelijker voor commerciële partijen om dat te zeggen, wij willen wel onderzoek met jou doen. En als je onderzoek doet naar mechanismen van ziekte, dan is het best mogelijk dat je daarmee een nieuwe behandeling voor een ernstige ziekte, neem kanker of hart- en vaatziekte, op het spoor komt. En dat is potentieel big business natuurlijk. En zo big business dat je ook denkt, daar is bedrog en leugen en misschien zelfs chantage, diefstal en moord? Nou, ik heb het allemaal natuurlijk flink aangedikt om er een smeuïg verhaal van te maken. Maar de elementen in het verhaal, die zijn, daar zit zeker een grond van waarheid in. Ja. Wat is die grond van waarheid? Nou, wat en vooral als het gaat over de farmaceutische industrie? Nou, wat ik u net schetste, is de grond van waarheid voor de wetenschappers. Wat de farmaceutische industrie betreft, dat is een commerciële bedrijfstak die geneesmiddelen wil verkopen. En natuurlijk, wat is daar mis mee? Daar is op zichzelf niks mis mee. Het gaat om heel veel geld. En er zijn dus voorbeelden, helaas te over, van farmaceutische industrieën die onderzoeken manipuleren om hun product gunstiger voor het voetlicht te krijgen. En hoe ver gaat die manipulatie? Dat kan heel ver gaan. Een paar jaar geleden is de pijnstiller Vioxx door de fabrikant van de markt gehaald. Toen duidelijk werd dat de fabrikant gegevens over ernstige bijwerkingen onder de pet had gehouden. En dat heeft dat was een absolute kaskraker, dat geneesmiddel. Want even uw personage zegt ook van op een gegeven moment, de farmaceutische industrie doet eigenlijk nog meer onderzoek naar marketing dan naar medicijnen. Dat getuigt ook niet van een heel optimistisch beeld van de farmaceutische industrie. Aan de andere kant verplaatst u zich eens in de schoenen van een farmaceutische industrie. Die moeten onvoorstelbaar veel geld investeren in ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. En wat 9 van de 10 geneesmiddelen waar ze mee beginnen, die halen de markt nooit. Dus die kaskrakers zijn ontzettend veel waard voor ze. En het is dus ook ontzettend belangrijk dat die naar de markt gebracht worden. Ik geloof dat de grote meerderheid van mensen in de farmaceutische industrie gedreven worden door die drijfveer. Die willen gewoon een goed product naar de markt brengen en er dan goed mee scoren. Dat mag ook. Maar wat daar wel op de loer ligt, is het risico op toch een beetje verdoezelen gegevens. Maar u praat nou best mild over de farmaceutische industrie. Terwijl ik dacht dat het boek eigenlijk een aanklacht was ook tegen de farmaceutische industrie. Ik bedoel, het eerste boek ging over euthanasie bij kinderen. Ja. Wat ook echt duidelijk iets op de agenda probeert te zetten. Klopt. Dit is toch ook zo'n motief dat u zegt, pas op voor die farmaceuten. Ik het dan verkeerd? Nou, ik wil graag de misstanden laten zien. Maar ik wil niet dat dat ertoe leidt dat we een gegeneraliseerd oordeel geven over alleen maar boeven in de farmaceutische industrie. Net zo goed als er in de wetenschap niet alleen maar boeven rondlopen of in de politiek of in de journalistiek. En de journalistiek zijn er niet. Dat kan echt niet. Nou moeten we dit gesprek afronden. Nou, dat moeten we dan maar doen. Dan gaan we verder praten. Want nu is het genoeg geweest. We gaan nu luisteren naar muziek van Daisy Coles. Lijkt me een goed plan. Tot zo. I'm your lost
U hoorde Daisy Coles en ze speelde het nummer Satellite. En later in deze uitzending zullen ze nog drie nummers spreken. Het is inmiddels 7:30, 33 over 7 zelfs. En u luistert nog steeds naar Oba Live van Omroep Link. En mijn hoofdgast is Paul Brandt, schrijver en van de thriller The Impact Factor. Maar ook al 3 jaar achter elkaar gekozen tot de beste kinderarts van Nederland. Ja. Hoe doe je dat? Verkozen worden tot de beste kinderarts van Nederland. Moet je dan onderzoeksresultaten van iemand stelen? Moet je positieve recensies van andere kinderen stelen? Moet je ze martelen zodat ze iets goeds over je zeggen? Hoe werkt dat? Ik merk nu dat u een wel cynische kijk op het leven heeft. Heb ik gekregen door het lezen van de Impact Factor. Natuurlijk, ja. Die verkiezing is een verkiezing onder vakgenoten. Dus dat is een verkiezing die kinderartsen houden over wie in hun vak naar hun mening de beste is. Dat is er ook voor huisartsen, longartsen, noem maar op. En ja, ik ben dus nu 3 jaar achter elkaar door mijn collega's in het land uitgekozen. Maar hoe komt het dat ze u kennen? Kennen alle kinderartsen elkaar? Er zijn ongeveer 1200 kinderartsen in Nederland. De grootste groep daarvan kent elkaar, want die komt elkaar op congressen, nascholing enzovoort tegen. Ik denk dat ik een aantal dingen heb gedaan die opgevallen zijn. Dat boek De Stoel van God uit 2006 is er één van, waarmee ik mijn nek heb uitgestoken om de euthanasiewet die in Nederland er wel voor volwassenen is, maar niet voor kinderen geldt, om duidelijk te maken dat wij als kinderartsen met dezelfde dilemma's worstelen als dokters die voor volwassenen zorgen. Het tweede is dat ik denk dat wij in Zwolle, waar ik werk, dat we daar heel praktisch toepasbaar onderzoek doen. En dat resultaten oplevert waar de collega's iets mee kunnen. Mm. En een derde wat gezegd wordt als mensen gevraagd wordt waarom nou die brand. Dan zeggen ze omdat die ook uitstraalt dat je in dit vak ook gewoon netjes en respectvol met je collega's, mensen, ouders, kinderen om moet gaan. Maar de meeste andere kinderartsen zitten er niet bij met hoe u met kinderen omgaat. Nee, dus die moeten het doen met hoe ik in de openbaarheid treed. Want de vraag die hen gesteld was, is naar wie zou je je eigen kind sturen? Ja, dat is een van de vragen die gesteld werd. En gebeurt dat ook vaak? Dat andere kinderartsen zeggen van nou, kom maar niet bij mijzelf, maar naar Paul Brandt. Nee, dat gebeurt weinig. Ja. Wat ik wel heb gemerkt, dat sinds die verkiezing her en der uit het land mensen de weg naar Zwolle weten te vinden, vaak voor een tweede mening. Dat ze zeggen, ik ben bij een kinderarts in noem maar wat ergens geweest. En u schijnt de beste kinderarts van Nederland te zijn. Mogen we bij u eens komen om dat oordeel te spiegelen? Nou, dat is natuurlijk prima. Dus daarmee verlies je steeds meer vrienden? Dat je zegt dat als van andere kinderartsen zegt van nou, eigenlijk is dat oordeel niet zo goed. Nou, dat hoeft u mij niet horen zeggen. En dat is ook meestal niet zo. Maar je kan je wel voorstellen dat als mensen een boodschap te horen krijgen dat hun kind een nare chronische ziekte heeft, of dat er misschien niet zoveel aan de klachten van het kind is, dan wil je een second opinion. En dat is meestal, loopt dat niet erg uiteen? In 9 van de 10 gevallen loopt het niet erg uiteen. En als het al uiteen loopt, dan is het vaak op details en nuances en niet op principes van de ziekte of de behandeling. Nou bent u de beste kinderarts van Nederland, volgens uw collega's. Ja. Maar u werkt niet fulltime. Dat klopt. Waarom niet? En kan dat? Kan je de beste arts zijn zonder de hele week te werken? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat het feit dat ik 4 dagen per week werk en dat ook actief uitdraag en laat zien, je kan best carrière maken en zichtbaar zijn als succesvol kinderarts ook in 4 dagen per week, dat bij heeft gedragen aan mijn verkiezing. Daar hunkeren al die anderen ook naar. We hebben een vak waar inmiddels meer dan de helft vrouwen is. En dat zijn op het moment dat ze klaar zijn met de opleiding allemaal vrouwen die hun eigen carrière balanceren met die van hun partner en een gezin met jonge kinderen. Ja. En ik hoop dat ik kan laten zien dat je ook met zo'n leven, want dat doe ik ook, prima carrière kan maken. Waar hebt u geleerd? Met al uw collega's met wie u studeerde, de meeste zijn fulltime gaan werken. Nee hoor. Ook niet? Nee, dat is aan het veranderen. Toen ik in 97 in Zwolle kwam werken, was ik wel de eerste mannelijke specialist in het ziekenhuis die parttime ging werken. Weet u nog waarom u dat deed? Ja, waar hebt u dat geleerd van, nou, er is meer in het leven dan werk? Nou, natuurlijk vooral van mijn vrouw. En met mijn vrouw, die docent is op een middelbare school. En die haar werk ook belangrijk vindt. En toen wij samen aan een gezin begonnen en kinderen kregen, toen hebben wij de afspraak gemaakt, die zorg gaan we delen met elkaar. Dus wij werken allebei part-time.
Bertien 3 dagen per week, ik 4. Ja. En zo hebben wij dat gedaan met ons gezin. En dat heb je ook wel eens gezegd ergens in een interview van nou, omdat ik heb in Curaçao gezeten langer, daar heb ik geleerd om te relativeren. Ook, ja. Ik heb 2 jaar op Curaçao gezeten. En dan leer je van nou, fulltime baan hoeft niet meer. Of is dat te kort door de bocht? Het is een beetje kort door de bocht. Wat ik daar geleerd heb, is dat er meer is dan alleen maar dat ontzettend aan je agenda hangen wat wij in Nederland doen. Ja. En het moeten. Als er iets is wat Antillianen op Curaçao in ieder geval beter kunnen dan wij Nederlanders, is dat het genieten van het moment. Ja. Dat kunnen ze onvoorstelbaar goed. En dat is prachtig om daar mee te maken. Is die kunst om te relativeren, er is meer dan vast klauwen aan je agenda, helpt dat ook om kinderarts te zijn? Dat denk ik wel, want het is een vak waar je geduld behoorlijk op de proef wordt gesteld. En niet alleen je geduld, maar ik kan me ook voorstellen je incasseringsvermogen. Ook, ja. Dus ik kan geen film zien waarbij een kind sterft met droge ogen. Ga ik ook niet. Ook niet? Nee hoor. Dus bij die films ga je huilen? Wat zegt u? Als er een film is met een kind dat sterft, gaat u huilen? Ja, ik ben een ontzettende filmjanker. En in het echt? In het echt laat het overlijden van een kind op mijn werk mij niet onberoerd. Nooit. Als het mij niks meer zou doen, zou ik met het vak ophouden. Maar kan je ook als arts zou je kunnen huilen? Of is het zo dat dan de ouders denken van ja, hallo, we hebben hier een arts die toch eigenlijk... Wordt dat gezien als iemand die betrokken is? Of is het gezien van als iemand die niet professioneel is? Nou, dat vraagt natuurlijk om een zorgvuldige balans. Hè? Mijn emoties mogen nooit de overhand voeren op zo'n moment. Want daar gaat het niet om. Aan de andere kant... Ik heb nog nooit meegemaakt dat ouders het erg vinden dat ik emotie toon. Als er iets vreselijks met hun kind gebeurt. Nog nooit. Maar heb je ook wel eens gehuild in functie, zeg maar? Ja, en daar schaam ik me ook niet voor. Nee. Zolang het mijn professioneel oordeel maar niet vertroebelt. En zolang het ook de hoofdrolspelers in het moment, en dat zijn toch het kind en de ouders, niet in de weg zit. Maakt dat het werk niet heel zwaar? Bij vlagen, ja. Komt gelukkig niet heel vaak voor dat kinderen overlijden in mijn werk. Een paar keer per jaar. En dat is elke keer, hakt dat er behoorlijk in. Ja, waarom dan, bent u kinderarts geworden? Weet u dat nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik deed mijn ziekenhuisstage, mijn co-schappen. En de eerste dag op de kinderafdeling dacht ik, hier ben ik thuis. Dat was een. Wat is dat dan? Nou, dat, wat dat, is thuis? Dat, wat mij daar vooral raakte was het feit dat het leven zo ontzettend doorging voor die kinderen, ondanks dat ze ziek waren. Daar chase de kinderen op een fietsje door de gang met een infuus in hun arm of met een poot in het gips of met een verband om hun hoofd. En toch waren ze aan het spelen. En dat vond ik wel, dat vind ik nog steeds het mooiste aan het vak, dat ondanks alle narigheid en ellende, want geen kind vraagt erom om ziek te worden. En eigenlijk hoort het ook gewoon niet, hè, zo al helemaal niet dood te gaan. Maar toch is er altijd hoop. En ik heb elke dag lol met mijn patiënten. Ja. Dat is, heb je bij studenten die medicijnen gaan studeren wel eens sprake van het fenomeen de kandidatenziekte? Dat ze eigenlijk zelf denken dat ze alles waar ze over lezen, dat ze dat zelf krijgen. Heeft een kinderarts dat ook met zijn eigen kinderen? Ja. Om een voorbeeld te noemen, tijdens de zwangerschap van onze oudste werkte ik op de pasgeborene intensive care. En zo rond de 26, 28 weken zwangerschap kreeg ik het echt Spaans benauwd. Zo van, het zal toch niet gebeuren dat mijn kind nu geboren wordt en hier terechtkomt. Want u dacht, ik wil mijn kind niet daar? Omdat het... Nou ja, dat zijn natuurlijk hartstikke zieke kinderen die aan de beademing liggen en met intensieve zorg behandeld worden. En dat zag ik voor mijn ogen gebeuren. En ik heb er toen op aangedrongen dat we toch maar een echo zouden maken, wat in die tijd nog niet routinematig gebeurde. Alleen maar om uw eigen gemoedsrusting. Ja, dat was wel prettig toen. Ik herinner me bij de zwangerschap van mijn vriendin dat die een EHBO-cursus deed en dat die ook slapeloze nachten heeft gehad van wat er allemaal met kinderen kan gebeuren. Ja, slapeloze nachten heb ik niet zo vaak, maar ik heb wel eens de zorg gehad. Nou, zijn wij tot nu toe bijzonder gezegend met de gezondheid van onze kinderen. Want ze zijn eigenlijk nooit ziek. Maar ja, als je nou bijgeloven bent, dan moeten we dat afkloppen. En als laatste vraag, als uw kinderen nou ziek zouden zijn, ja, naar wie zou u ze toesturen? Nou, in ieder geval ga ik ze niet zelf behandelen. Ik heb een uitstekende huisarts. Dus u wil uw kinderen niet sturen naar de beste kinderarts van Nederland? Omdat ik dat zelf ben en ik kan mijn eigen kinderen niet objectief beoordelen op hun ziekte.
En ik vind ook niet dat dokters hun eigen kinderen moeten behandelen. Okay. Daar moeten ze hun huisarts of een goede specialist voor inschakelen. U blijft de hele uitzending zitten, tot 9 uur. Straks hebben we nog een gesprek over uw favoriete kinderboek. En we hebben een gesprek met Maria Goos over innerlijke beschaving. Maar nu gaan we luisteren naar muziek. En het nummer dat nu gespeeld gaat worden door Daisy Coles is My Savior She. At first sight, it is not what your actions imply. I know you're with her now, but that's just because she is the one that suits your life. Sometimes it hurts, but everything shines the way I want it to be. With me, you never approved of the way that I live. Still, there is something you just can't resist. I've always known that we weren't meant to be. God, then why was it so hard to leave? I'm glad it's all over, and I guess you won't care. Come running right back to me. There's no more confusion. Damn, I'm lucky that she turned out to be my savior. She keeps you away from me. She's my savior. She gives you the peace you never had with me. It's all this talk, all this talk. Even your own friends don't believe you. It's all this talk. To a roll me out to heaven. Well, are you even worthy of her love? Yeah. God, am I glad that she is alright. My Savior, she keeps you. My Savior, She van Daisy Coles.